Dit is eigenlijk de Volcano, dus het gecertificeerd toestel. Dat bestaat eigenlijk uit een verwarmingselement dat zich hier bevindt. En daaronder eigenlijk een ventilator. Nu kan de verwarming opzetten en regelen hiermee. En dit is eigenlijk de ventilator. Nu, daar zit ook een kamertje bij. En dat is eigenlijk gewoon een reservoir om uw kruiden in te doen. Ik weet niet, heeft er iemand kruiden bij? Dus je stopt die vol met kruiden die geschred zijn. Dan zet je dat hier op. En dan heb je een opvangrecipient waarmee dat je de vape, eigenlijk de aerosol, gaat opvangen. Dat wordt hierop geplaatst. Je wacht tot het toestel de gewenste temperatuur heeft. En dan stuur je eigenlijk warme lucht doorheen je kruidenmengsel in die ballon. Ja, er komt natuurlijk niets uit, maar dat is vrij logisch, aangezien dat we er niets in gestopt hebben. Voilà. Super. Mag je gewoon eens laten rondgaan. En het resultaat daarvan is dus, als je dat principe toepast met cannabis, dat je een ballon hebt met eigenlijk enkel THC en CBD, aerosol, erin. Meestal zie je daar geen rook in. Dus misverstand bij vapen. Aerosol is niet hetzelfde als rook. Dus als je dat uitademt, in principe ga je veel minder rook zien dan bij gewoon roken of bij het roken van een joint. Maar de actieve stoffen zitten daar dus wel degelijk in. Ja, dat was dus het klinisch goedgekeurde toestel. Dat was zo'n toestel eigenlijk. Sorry? Dat is vrij duur. Ik denk dat deze, het goedkoopste toestel, was iets van een 300 euro. Als je daar glycerine zou zijn, dan ook extra rook produceren. Sorry? Als je glycerine in de kamer zet, zou er ook meer rook. Ja, absoluut. Ja. Dus je kan ook bijvoorbeeld tabak nemen en een e-liquid, bijvoorbeeld met, ik zeg maar iets, met synthetische cannabinoïden in, kan je zo ook perfect roken, is de verkeerde term, gebruiken. Oké. Nu gaan we het hebben over welke drugs en welke NPS nog kunnen vapen. Baserend op het drugwiel. Ja, blijkbaar moet ik dat gebruiken sinds kort. Welke NPS komen in aanmerking om te vapen? Zoals gezegd, dosering is zeer belangrijk daarvoor. Stoffen waarvan dat je 100 of 200 milligram nodig hebt om een effect te bereiken. Het gaat zeer moeilijk zijn om dat effect te bereiken door te vapen. Gewoon dat. De hoeveelheid stof die je moet binnenkrijgen is te veel om bijvoorbeeld op te lossen in die e-liquids. Dus het zijn voornamelijk stoffen met een lage actieve dosis die gebruikt kunnen worden. In de eerste plaats synthetische cannabinoïden. Daarvoor is vapen, ja, denk ik, de meest efficiënte en ook een van de veiligere toedieningsvormen. Opioïden, jammer genoeg.
En de laatste categorie, de hallucinogenen. Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij het paddenlieke verhaal van daar straks. Omdat effectief die stoffen zijn 5-MeO-DMT, 5-MeO-DALT, MIPT, het soort tryptamine, hallucinogene tryptamine-derivaten, die zeer makkelijk geveept kunnen worden in gewone elektronische sigaretten. Synthetische cannabinoïden zijn te koop voorgemengd in e-liquids. Dan spreekt men meestal van C-liquids. Ja. Is het meest gekend voorbeeld. De actieve stoffen zijn typische synthetische cannabinoïden, zoals ADB-pinaca of AB-fubinaca, die actief zijn in lage doseringen, dus vanaf 0,1 milligram, en die bovendien goed oplosbaar zijn in water of in ethanol of in glycerine bijvoorbeeld. En waarbij dat de temperatuur of het kookpunt van die stof rond de 200, 250 graden maximum ligt. Ook belangrijk is dat er geen afbraakproducten worden gevormd en dat er vooral geen toxische afbraakproducten worden gevormd. Naast de cannabinoïden, de NPS-opioïden, zoals U47-700, maar voornamelijk de fentanyl-derivaten, actief in een dosering van enkele microgrammen tot enkele milligrammen, ook zeer geschikt om te vapen. En tot slot de hallucinogenen, bijvoorbeeld 5-MeO-DALT of de verschillende DMT-derivaten. Daarnaast zijn er ook een hele reeks klassiekere drugs die geveept worden. Ik denk het meest gekende voorbeeld is gewoon heroïne. Heroïne, de bruine heroïne, nummer 3. Chinezen is eigenlijk gewoon vapen. Aluminiumfolie, uw vlam wordt eronder gehouden. Je hebt geen direct contact tussen uw stof en uw vlam. Dus ja, ben je per definitie aan het vapen. En eigenlijk het enige wat je doet, is uw heroïne opwarmen tot kookpunt en inademen. Dus dat is eigenlijk de meest primitieve manier van vapen. Zeer bekend voorbeeld DMT en salvia. Ik weet niet, zijn er mensen die ervaring hebben met DMT? Wow. Toch. In het algemeen, hoe werd dat gerookt of werd dat geveept? Door. En hoe? Ja. Ja. Dus er is niemand die al een machine gemaakt heeft? Nee. Okay. Gewoon even vragen. Salvia? Nee, voor DMT bestaat er al een aantal jaren een soort gespecialiseerd toestel dat je zelf moet maken, maar dat er ook voor zorgt dat DMT echt geveept wordt. Dat je iets niet gaat verbranden. Dat is eigenlijk het probleem bij DMT. Dat je heel snel je kruid of je stof gaat verbranden, waardoor dat je geen effect gaat hebben. Gaat u over pure DMT of gebruikte DMT? Puur. Ja. Crack, ja, is ook typisch. Ja, eigenlijk base coke, dus daar hebben we het al over gehad. Methamfetamine en heroïne. Dit is een voorbeeld van een website op ClearUp, dus C-liquid, een e-liquid met synthetische cannabinoïden erin. Dit zijn voorbeelden van THC, dus voorgevulde vape cartridges die je gewoon op een batterijtje kan zetten om te vapen. En dit is een voorbeeldje van een dark web website. Linksboven zie je bijvoorbeeld liquid mushroom extract vials. Sommige daarvan zijn voor oraal gebruik, sommige zijn om te roken. Nu, de meeste van dat soort dingen bevat meestal ofwel 5-MeO-DMT ofwel een van die andere DMT-derivaten. Het gaat vrijwel nooit over echte paddenstoelen extracten, gewoon
omdat die niet te vepen zijn. Als je een extract neemt, krijg je heel veel andere organische stoffen mee en die verbranden dan in je veeptoestel, waardoor dat, ja, meestal je veeptoestel zeer snel kapot gaat. Nice try. Nu, voordelen van het vepen, ja, zeer snelle hersenopname, ook zeer snel effect. En het kan afhankelijk van de specifieke stof een vrij intensief effect hebben vergeleken met andere toedieningswegen. Nu, plaats van vepen in harm reduction. In de eerste plaats denk ik dat dat vrij logisch is. Verminderen van de schade die veroorzaakt wordt door verbrandingsproduct. Bijvoorbeeld teer of CO of andere carcinogenen. Dus als je vergelijkt met het roken van sigaretten, is vepen duidelijk minder schadelijk. Maar blijft dus het probleem van de toxiciteit van die aroma's. Voor harm reduction, voor de andere stoffen of andere drugs, ja, daar is veel minder evidentie toe. Maar het gebruik van zeker de moderne veeptoestellen is ja, zeer praktisch, vooral voor synthetische cannabinoïden en de genoemde hallucinogenen. Voor opioïden ook, maar we zien de inherente toxiciteit van opioïden. Ga je mij nooit horen zeggen, gebruik vepen voor die opioïden. Het enige dat ik daarover kan zeggen is, blijf zeer ver weg van fentanylderivaat. Maar bijvoorbeeld synthetische cannabinoïden, om even verder te gaan op harm reduction. Zolang dat je weet welke stof dat je gebruikt, dus welk synthetisch cannabinoïde dat je hebt in poedervorm, is dit denk ik een stuk veiliger dan bijvoorbeeld kruidenmengsels te gaan kopen met een onbekend percentage aan synthetisch cannabinoïde en dat te gaan roken in een dosis die je niet kent. Dan kan je volgens mij beter beginnen met zeer voorzichtig, een zeer kleine hoeveelheid van een vloeistof te vepen en te kijken hoe dat je daar verder gaat, omdat je de dosis op die manier veel makkelijker en veel efficiënter kan controleren dan bijvoorbeeld een onbekend kruidenmengsel te gaan roken. Nu, dat is relatief, dat is geen risicoverminderingsadvies, gewoon omdat de risico's van die synthetische cannabinoïden op zich al zo ernstig zijn, zeker vergeleken met gewone cannabis en THC, daar kan ik eigenlijk geen advies over geven. Maar als je iemand bent die af en toe synthetische cannabis gebruikt, dan het zal zeker niet schadelijker zijn als je die stof veept in plaats van ze te roken. Alleen al uit kankerverwekkend oogpunt, bijvoorbeeld. Daar hebben we het over gehad. Dat is een van de weinige klassieke drugs waarvan dat ik denk dat ze absoluut gewoon geveept kan worden in de gewone toestelletjes. Jammer genoeg komt crystal meth bij ons niet voor, dus daar moet ik me geen zorgen over maken. Nu, cocaïne, heroïne. Dat is absoluut mogelijk. Cocaïne, HCL, nee. We hebben het uitgelegd. Maar de basis, als je een manier kan vinden om die op te lossen in glycerine, bijvoorbeeld zeg maar iets door er 10% ethanol bij te doen, of 15% en nog eens 10% propylenglycol, dan kan je dat oplossen in een concentratie van 20-30%. En dat werkt extreem goed. Nu, ook dat raad ik niet aan. Gewoon dat base, coke en crack, ja, jullie kennen het hopelijk even goed als ik. Dat is extreem schadelijk. Dus niet aan te raden. En eigenlijk heroïne, net hetzelfde. Nu, het probleem bij heroïne is dat heroïne is niet zuiver. Heroïne in België is ongeveer 30% heroïne. De rest is cafeïne en allerlei nevenproducten. En dat zorgt ervoor dat je heroïne aan zich niet kan gaan vepen zonder het eerst op te zuiveren.
Het nadeel van het opzuiveren is dat je van 1 gram heroïne 0,2 of 0,3 gram opgezuiverd product overhoudt. Dus ja, je verliest al een derde van je product gewoon door het opzuiveringsproces. Dus eigenlijk is het de moeite niet waard om straatheroïne te gaan voorbereiden om het te kunnen vapen. Maar in theorie is het perfect mogelijk. Nu, tot slot, heel kort. Wat zien wij op het TWS van ongevallen of intoxicaties of overlijdens die te maken hebben met vapen van klassieke drugs of NPS? Zeer kort, niets. Komen dat vrijwel nooit tegen. Er zijn 1 of 2 uitzonderingen. Detoxcentra of behandelingscentra voor druggebruikers krijgen we wel meldingen de laatste 2 jaar dat er opvallend meer mensen zijn die elektronische sigaretten en vape-toestellen gebruiken. Nu, aangezien dat populariteit daarvan ter vervanging van sigarettenroken ook stijgt, zal dat ongetwijfeld voor een groot stuk daarmee te maken hebben. Maar het is dus ook niet uit te sluiten dat, zeker wat betreft synthetische cannabinoïden bijvoorbeeld, dat mensen in behandelingscentra toch elektronische sigaretten of vapen gebruiken om stiekem toch nog onder invloed te geraken. Wat we ook heel af en toe zien, zijn sporadische meldingen van gevangenissen. En dat is ook vrijwel enkel synthetische cannabinoïden. Ik denk het niet. Ik zie niet in waarom. Ja, ik vroeg mij ook dat bij Crystal Meth, als je nou gaat inhaleren, dat er ook kaakdeformaties geven. Dat er eigenlijk uitval of zo aan de positie gebruikt. Ik denk dat dat voornamelijk een effect is van de drug zelf en het effect dat de drug heeft op je complete levensstijl, voedingsstijl. En niet zozeer de methode van toediening. Dus als je dan daar slaapt, dat je in principe samen met je verder nog vragen? Ja. Dat was het, dank u wel.